We staan hier te midden van de helden van 1963. Iedereen weet hoe het toen was. De eerste zwart-wit beelden kwamen door. En we zagen een geweldige witte wereld in Friesland. En daar schaatsten roemruchte mannen en vrouwen. Een ervan is Tien Keizer. Tien haalde de finish niet. Zij moest ter hoogte van Franeker van het ijs. Al die deelnemers van toen vertellen hun verhaal. Prachtige verhalen over heldendom, over afzien, over bittere kou. 50 jaar geleden, toen was de tocht der tochten bij iedereen in de gedachten. En we blikken terug met deze prachtige mannen en vrouwen. Korte interviews over wat zij toen hebben meegemaakt. Tien Keizer, oud wereldkampioen, oud Olympisch kampioen. Je was er ook bij in 1963. Ja, dat was. Ik wou hem altijd graag rijden. En ik had het jaar ervoor geprobeerd. En toen stonden we net bij het loket. En toen kregen we het bericht: gaat niet door. Maar in 1963, ja, er was er helemaal geen sprake van. Houdt het ijs het wel? Dat was gewoon. Het vroor keihard. Ja. Als ik naar om me heen kijk, allemaal mannen. Je bent. Denk ik de enige deelnemster. Nou, ik weet wel, toen ik er van het ijs af moest in Franeker kregen we te horen, waren we 4:45. En te horen de volgende controlepost sluit 4:45. En wij mochten niet verder. En toen liepen daar een paar jochies aan de kant. En die zeiden van, hé, een vrouw. Ja. Want ik vroeg hoe laat het was. En hij hoorde aan mijn stem van, hé, dat is een dame. Ik was 24 en dan ben je oersterk. En ik wist al bij Stavoren, nou dat red ik toch niet, was 1:30. Maar ja. Ja, het was zo'n heerlijke sfeer en ik denk nou, ik ben nou toch uit, dus ik ga gewoon verder, ik zie wel. Last gehad van de kou? Nou, ik heb 14 dagen nog last gehad van dode voeten. En dat kwam door de stuifsneeuw, die was in mijn schaatsen gekomen. En toch een vorm van bevriezing en de binnenkant van mijn dijbeen. Ik had twee schaatsbroeken aan en hier kranten. Maar dat heeft echt een paar weken geduurd en toen was het over. Maar verder, ja, als je rijdt dan zweet je en dan ben je bezig en dan heb je geen last van de kou. Maar dat was ook 17 graden vroren en al die stuifsneeuw en ze hadden een gangetje, de breedte van een trekker. Maar heb je later nog een keer met de LFC toch meegedaan of niet? Ja, in 85 en toen heb ik ook mijn kruisje gehaald. In 86 toen was ik ziek, had ik de griep en in 97. Ook uitgereden? Ja, en toen was het heel goed weer, dus dat was mijn geluk, want ik had een hele wrakke knie. En doordat het goed glijijs was, dan hoefde je weinig te klunen ook en dat ging allemaal goed. Denk je nou vaker aan terug, aan wereldkampioenschappen of aan de LFC toch van 63? Nou, gelijk. Ja, het is, ik kom uit de polder, dus ik ben gewend op natuurreis. Daar heb ik het geleerd. En dat trekt me enorm. En dan vind ik toch die toertochten vind ik heel mooi hoor. Dat is echt dat Hollandse. Tine Zudding heeft een boek geschreven over uw ervaringen tijdens de Elfstedentocht, toch? Ja, dat klopt. Ja, in 2007. Samen met Gauke Bootsma van het Schaatsmuseum de eerste druk, zeg dan maar, in eigen beheer. En dat liep zo goed. We hadden 750 laten drukken en dat was vrij snel uitverkocht. En toen kwam er een tweede druk, maar dan wel vierde uitgever. Want dat was toch een heel gedoe, een boek uitgeven in eigen beheer. Dus dit is dan een professionele uitgave met... met allemaal... Met het beroemde verhaal het van de teen. Onder andere. Vertel er eens, in het kort. Het was na 5 kilometer ongeveer, stikken donker, je kon geen hand voor ogen zien en je reed op de tast eigenlijk, daar kwam het op neer. En ik kwam in een hele diepe scheur terecht en ja, ik duikelde voorover, arm, schouder op het ijs en toen voelde ik het wel. Ik was even van de kaart en half buiten westen zeg maar en toen wou ik weer opstaan en toen lag die arm die lag wat vreemd naast me. Ik dacht, hé, dat klopt niet. Ik dacht, oh, die kan wel eens uit de kom wezen. Nou, dat klopte dus ook. Dus ik heb hem zelf een beetje weer terechtgeduwd. En ja, toen heb ik de rest van de Elfstedentocht, en dat was toch bijna 200 kilometer verder. Want ik had er 5 kilometer op zitten. Heb ik met één arm op de rug moeten rijden. Wel uitgereden? Ik heb de wedstrijd uitgereden. En, hoe laat kwam je over de finish? Ik kwam op tijd over de finish. Dat was 5:45 middags. Wel een uurtje na Paping, maar... Ja goed, hij had geen mankement en ik had wel een mankement. Ja. Hoeveel bent u geworden? Ik ben 31ste geworden. Wat is er met die teen gebeurd? Nou, die teen, dat was eigenlijk geen bezwaar, want daar kon je wel om rijden. Het was eigenlijk wel makkelijker, want ik voelde mijn teen helemaal niet de hele dag. Maar die waren verdoofd van de kou.
Dus ik had ook niks in de gaten. En dat is het verraderlijke. Als je een bevroren lichaamsdeel hebt, je voelt het eigenlijk niet. Dat voel je later pas. Dus ik ben vrolijk doorgereden. En ergens ja, moet die teen bevroren geraakt zijn. En ik merkte het eigenlijk pas aan de finish. Ik had dus veel meer last. Ik zat veel meer met die arm. En er zijn ook beelden van onderweg. En die kun je ook in het boekje zien. Dat ik echt, welke foto er ook van mij genomen is, er staan wel een paar ook in het boekje. Maar dan zie je me echt met de arm op de rug. En als ik dit doe, dan voel ik het nog, nu. Want het is eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen. Nee. En die teen die was bevroren en die is ook geamputeerd uiteindelijk? Nee, ik moet u teleurstellen. Nou, meneer Posman, wat vindt u van deze reunie? Nou, ik vind het, de opkomst vind ik geweldig. Ja. Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen nog waren. En vooral gezien de leeftijd. Ik was toen 35 jaar. En ik kan even terugrekenen. En er zitten nog wat tussen van 18 tot 35. Dus dan kom je op zo'n 17 jaar. Dus de meesten die zijn 68, van 68. Hoeveel Elfstedentochten hebt u gereden? Ik heb er 4 mee gedaan. In 47, in 54, 56 en 63. Maar de laatste was verreweg de zwaarste? Die van 63 was wel de zwaarste, ja. Tot hoever bent u gekomen? Tot Vraneker. Het ijs was eigenlijk niet te schaatsen. Je moest, dat zie je aan de oude foto's ook wel. Het was eigenlijk meer lopen dan dat het schaatsen was. Wat is dit voor moois, meneer? Dit is onze kaartjes van de tochten. Dat is mijn maat en die heeft me dit op de 35-jarige bruiloftfeest alles overhandigd. 2 kruisjes, maar deze, en daar gaat het om, die kregen we niet. En hier waren we dus in Vraneker afgestapt, van het ijs gehaald. 10 voor 5. 10 voor 5. En onder dat geding dat we dus een soort certificaat of alsnog in het... Maar we hadden nog 7 uur, hè? Ja. Maar er was ook niks meer, hoor. Bij Vraneker niet. Als we om de bocht keken, dan was het weg. Nee. Was het zachte drang of bent u uiteindelijk toch vrijwillig weggestapt? Ja, natuurlijk, want die kon er ook niet meer in. Er was ook niks meer. Het was levensgevaarlijk. Was levensgevaarlijk. Maar we zijn onder dwang eraf gegaan. Want we wouden verder, omdat we dus een enorm stuk... En er misten er nog één van de 4 hier. Enorm stuk energie aan. Ja. Want we waren om 8 uur gestart. En we waren met z'n vieren? Met z'n vieren en we waren de 8000 gepasseerd, minimaal. Wie waren die 4 mensen? Afgezien van menage zelf? Dat was duizenden kilometers collega Bert de Selhorst. Ja. En Harm-Jan Spans en mijn jongste broer Ab Haasjes. Zware tocht? Ja, zware tocht. Erg zware tocht. Maar was u goed getraind? Nee, helemaal niet. Want ik was in militaire dienst. En we kregen zo in één keer bericht dat LST'en tocht. En wie wilde meedoen? Nou, ik had al verschillende tochten gereden. En ze zeiden, commandant, nou ga maar. Dus ik naar huis toe. En toen trof ik hier Haasjes. En toen wij met de 4 in de auto naar Leeuwarden toe. En toen hebben we de hele tocht met een 4 gereden en Vraneker en toen mochten wij niet verder. En de herinneringen van Jan-Olof Schuithoff, vele malen winnaar van de Alter-Rivel-Elfstedentocht. Hoe vaak heb je de echte gereden? De echte heb ik dus 5 keer gereden. Ik ben begonnen in 56, ik zou 54 voor de eerste keer meedoen. Maar dat was de voorspelling zo slecht en ik was net 18 jaar. Ik denk, het wordt middenzwaar, ik doe dus niet mee. Dan praten we over 63, dat is de zwaarste tocht die ik ooit heb gereden. En die hem uitgereden hebben, die hebben ook klassewerk geleverd, zo zonder meer. Als ik zeg dat ik het laatste stukje van Bartelheim naar Leeuwarden heb ik 2 uur werk gehad. En dan ging dus je hebt hem uitgereden? Ik heb hem uitgereden, ja. Ik heb de finish gehaald. En ze hadden ook niet moeten proberen om mee van thuis te gaan. Maar ik was al achter boerderij langs gevlogen om op het ijs dus te blijven. Het laatste stukje, 8 kilometer, heb ik 2 uur werk gehad. De hele taak was totaal dichtgesneeuwd. En hoeveel is er mee geworden? Nou, ik ben te laat binnengekomen, want ik was 20 over 8 was ik binnen. En dat was dus buiten tijd.